Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. In de hadith is overgeleverd: ik hoorde de boodschapper van Allah, mogen vrede en zegeningen van Allah met hem zijn, zeggen: jullie zijn allemaal beschermheren en daarom verantwoordelijk voor diegene die onder jullie bescherming staat. Een heerser is beschermheer en verantwoordelijk voor zijn onderdanen. Een man is beschermheer en verantwoordelijk voor zijn gezin. Een vrouw is beschermvrouw in het huis van haar man en zodoende verantwoordelijk voor zijn huis. Een dienaar is beschermheer van het eigendom van zijn meester en zodoende verantwoordelijk voor dat eigendom. Een zoon is beschermheer over het eigendom van zijn vader en daarvoor verantwoordelijk. En jullie zijn dus allemaal beschermheren en verantwoordelijk voor diegene die onder jullie bescherming staan. En deze hadith laat duidelijk zien dat wij allemaal verantwoordelijk hebben in de islam. En iedereen heeft vanuit zijn eigen positie zijn eigen verantwoordelijkheid. En de islam heeft voor alle aspecten van het leven, of dit nu maatschappelijke aspecten zijn, economische aspecten, politieke aspecten zijn, voor al deze aspecten zijn de individuele verantwoordelijkheden beschreven. En weet, beste broeder en zuster, hoe meer verantwoordelijkheden jij draagt, over hoe meer zaken jij ondervraagd zult worden op de dag des oordeels. En allereerst is dat de individuele verantwoordelijkheid. Allah subhanahu wa ta'ala heeft jou een hart, hersenen en vele ledematen gegeven waarover jij een verantwoordelijkheid draagt. En op de dag des oordeels zul jij hierover ondervraagd worden. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de betekenis van in de Koran: en werpt uzelf niet in de vernietiging. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd in hadith: een dienaar van Allah zal gedurende de dag des oordeels blijven staan tot hij ondervraagd wordt over zijn leven en hoe hij dat besteed heeft, over zijn kennis en wat hij hiermee gedaan heeft, over zijn rijkdom, hoe hij die verkregen heeft en wat hij ermee gedaan heeft, en over zijn lichaam en hoe hij dat opgebruikt heeft. En deze hadith, die we vaker behandeld hebben in onze preken, laat ook duidelijk zien dat wij allemaal ondervraagd zullen worden over hoe wij onze levens ingevuld hebben en hoe een ieder van ons aan zijn rijkdom is gekomen en deze uitgegeven heeft. En wees daarom bewust van de manier waarop jij met jouw eigen verantwoordelijkheden omgaat. En weet dat hoe meer gunsten jij ontvangen hebt van Allah subhanahu wa ta'ala, hoe zwaarder de verantwoordelijkheid op jou zal rusten. En we kunnen dit uitleggen als volgt: iemand die gezegend de rijkdom zal ondervraagd worden over de wijze waarop hij deze rijkdom vergaard heeft en ook over de wijze waarop hij deze heeft uitgegeven. Met andere woorden, heeft hij al voldoende uitgegeven, bismillah. En ook de kennis die gezegend is met kennis zal ondervraagd worden over de wijze waarop hij deze kennis heeft ingezet. En de persoon met kennis zal zwaarder ondervraagd worden dan een onwetend persoon. En naast de individuele verantwoordelijkheden staan we ook stil bij andere vormen van verantwoordelijkheden. En allereerst staan we stil bij de heerser. En deze dient zich te houden aan Gods geboden en op een rechtvaardige wijze over zijn onderdanen te heersen. En zoals de machtsstructuur in een land trapsgewijs opgebouwd is, is ook de verantwoordelijkheid trapsgewijs opgebouwd. Met andere woorden, de bestuurders die bovenaan de ladder staan, op hen drukt de zwaarste verantwoordelijkheden. En de bestuurders die onderaan de ladder staan, op hen drukt de laagste verantwoordelijkheid. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam was rechtvaardig in zijn omgang. En in zijn leven heeft hij de verschillende metgezellen geroemd om hun goede eigenschappen. En sommige metgezellen waren bekend om hun rechtvaardigheid. En andere om hun liefdevolle omgang met anderen. En weer andere waren bekend om hun barmhartigheid of hun vrijgevigheid. En andere werden omschreven als het zwaard van de islam. En neem daarom, beste broeder en zuster, naast de profeet. En neem daarom deze metgezellen naast de profeet, vrede zij met hem, als voorbeelden voor jouw leven.
Want algemeen is bekend dat de metgezellen, ondanks hun rijkdom, altijd bescheiden en nederig zijn gebleven. En toen de migranten, of de muhajirun, naar de helpers, de ansar, kwamen, zonder enige vorm van eigendom, stelden de helpers voor om hun eigen rijkdommen met hun broeders te delen. Wat een verschil de dag van vandaag met de moslims. Hoe veel slecht doen zij elkaar wel niet aan. Terwijl de profeet sallallahu alaihi wasallam in de hadith duidelijk gezegd heeft: een moslim is iemand die het vermijdt om moslims met zijn tong en handen te schaden. En wij zien, en als laatste zien we dat vandaag de dag in vele islamitische landen mensen respect hebben voor popsterren, maar niet voor geleerden. Geleerden worden gevangen gezet, moskeeën worden vernietigd, terwijl mensen zich spiegelen naar popsterren. En we vragen jullie om jullie verantwoordelijkheid te nemen en goed te zijn in jullie leven. En dan volgt hier een mededeling. We hebben vandaag met ons een aantal broeders uit Girona. Die zijn bezig met de bouw van een moskee. En deze moskee is voor de helft afgebouwd en ze zijn gestopt met de bouw omdat ze niet genoeg geld hebben. Dus wij vragen jullie om gul te zijn en hun te helpen bij de bouw van de moskee. Maar ik gewoon zo in Girona. وعنده مشروع ديال البناء ودابا راه وقفوا هذا المشروع ديال البناء لانهم ما عندهمش الفلوس باش يكملوا المشروع ديالهم والاخوان كنطلبوا لكم تساعدوهم في هذا البناء ان شاء الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله